Hoe is het gelukt om fabrieksrook te veranderen in drinkwater? Dit is de Universiteit van Nederland. Op onze aarde is een groot tekort aan zoet, schoon water. Slechts 2,5% van alle water hier op aarde is zoet. En de rest is zout zeewater. En er zijn wereldwijd 800 miljoen mensen die geen toegang hebben tot schoon water. Dat is 10% van onze wereldbevolking. En in de 15 minuten dat ik hier college geef, zijn er 30 kinderen overleden, hoofdzakelijk door een tekort aan schoon water. En om aan te geven hoe serieus dat tekort is, er wordt een pijpleiding aangelegd, helemaal vanuit het zuiden van China, een pijpleiding van 1200 kilometer, helemaal naar de miljoenenstad Beijing, om die wereldstad van schoon water te voorzien. En met de toenemende groei van de bevolking zal het drinkwater alleen maar schaarser worden. Er zal een steeds groter tekort aan schoon water komen. En een schril contrast staat daarmee dat de fabrieken en de elektriciteitscentrales als paddenstoelen uit de grond lijken te rijzen. Alleen al voor de komende jaren staat de bouw van 1200 nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales gepland. Waarvan 75%, 900 elektriciteitscentrales in India en China. En in dit college zal ik jullie vertellen hoe we juist van die elektriciteitscentrales drinkwaterleveranciers kunnen maken. En als je aan een elektriciteitscentrale denkt, jullie kennen die misschien wel, het staat hier ook achter mij, dan denk je misschien aan die hoge schoorstenen met van die grote, grijze, dikke wolken die uit die hoge schoorstenen komen. En onze eerste reactie is dan altijd, wat een milieuvervuiling. Maar eigenlijk zou onze reactie moeten zijn, wat een verspilling. Want die grote wolken bevatten een grote hoeveelheid schoon water die we veel beter op een andere manier zouden kunnen gebruiken. En om te begrijpen hoe dat zit, zal ik jullie eerst vertellen hoe een elektriciteitscentrale werkt. En je ziet hier een voorbeeld van een elektriciteitscentrale. Een nagemaakte elektriciteitscentrale. En dit is een kolengestookte elektriciteitscentrale, zoals dat heet. Want om elektriciteit te maken, moeten we iets verbranden. En dat kan bijvoorbeeld biomassa zijn, dat kan aardgas zijn. En in dit geval is dat dus steenkool. En wat er gebeurt als we die steenkolen vervolgens in deze oven verbranden, net zoals je dat doet op je barbecue thuis, dan komt er een hele grote hoeveelheid warmte vrij. En in een elektriciteitscentrale wordt die warmte gebruikt om schoon water te verwarmen, te verhitten, zodanig dat er damp vanaf komt, waterdamp, en er stoom geproduceerd wordt. En met behulp van die stoom wordt er vervolgens in deze turbine en generator elektriciteit geproduceerd. En die elektriciteit gaat vervolgens via de hoogspanningskabels naar je stopcontact en kunnen we dus een lampje laten branden. Maar, ik zei het al, zo'n elektriciteitscentrale gebruikt schoon water. En deze elektriciteitscentrale gebruikt ontzettend schoon water. Het water zoals het uit de kraan komt, is niet schoon genoeg voor een elektriciteitscentrale. Voordat dat water gebruikt kan worden in deze elektriciteitscentrale, moet het eerst nog 2 keer gezuiverd worden. Zo schoon moet dat water zijn. Want zouden we dat niet doen, dan zouden we net zoals je thuis in je waterkoker hebt, allemaal kalkaanslag in deze centrale krijgen. Er zit te veel kalk in het water om goed, op een goede manier, efficiënte manier, elektriciteit te kunnen opwekken. Dan vraag je je misschien af hoeveel water gebruikt zo'n elektriciteitscentrale nou eigenlijk. Een gemiddelde centrale, bijvoorbeeld de Hemweg 8 centrale hier in Amsterdam, die gebruikt per uur 50.000 liter schoon water. Per dag is dat 1 miljoen liter water. Net zoveel als 5500 huishoudens hier in Nederland per dag gebruiken. En dat water moeten we dus elke dag opnieuw aanvullen. Miljoenen liters water per jaar. En je kunt je dus voorstellen, zeker als je bedenkt dat er hier in Nederland alleen al ongeveer 40 van dit soort centrales staan, zo'n elektriciteitscentrale enorme hoeveelheden schoon water verbruikt. Maar
er gebeurt nog iets anders in deze elektriciteitscentrale. En dat heeft te maken met de verbranding van deze kooltjes, deze steenkool. Want als we die steenkool verbranden, dan doen we dat met lucht. En ik als chemicus ben natuurlijk geïnteresseerd in de moleculen en de reacties die plaatsvinden tussen de verschillende moleculen. En als ik inzoom op dit steenkool en ik kijk naar het allerkleinste deeltje van dit steenkool, dan kom ik uit bij dit molecuul. Dit is een molecuul steenkool. En dit steenkool kunnen we verbranden met behulp van lucht. En lucht, dat is een mengsel van zuurstof en stikstof. 20% zuurstof, 80% stikstof. En op het moment dat we deze twee bij elkaar brengen, de zuurstof en de steenkool, en we steken dat aan, we stoppen er een vlammetje bij, dan zal die steenkool reageren met deze zuurstof. En dan vormen we uiteindelijk CO2 en waterdamp. Beide gassen. En je ziet dus dat bij de verbranding van steenkool we waterdamp produceren. De stikstof uit de lucht, daar gebeurt niks mee. Die gaat gewoon mee. Uiteindelijk krijgen we dus een mengsel van stikstof die toch al in de lucht zat, die niet met de steenkool reageert, CO2 en water. En dit mengsel, dit gasmengsel, want het is een gasvormig mengsel, dit gasmengsel gaat zo via die hoge schoorsteen zo in één keer de lucht in. Dat zijn we kwijt, daar kunnen we niet meer bij. En het frappante is dat de hoeveelheid water die we op deze manier produceren enorm is. Ik noemde net de Hemwegcentrale. Voor de Hemwegcentrale produceert deze manier 4,5 miljoen liter water per dag. Dat is ruim 4 keer zoveel water als diezelfde elektriciteitscentrale per dag gebruikt. Dat was immers 1 miljoen liter water per dag. En met de hoeveelheid water die deze elektriciteitscentrale produceert, die we dus nu gewoon de lucht in laten gaan, kunnen we in principe 22.000 huishoudens hier in Nederland van schoon water voorzien. En als we kijken naar India en China, waar over het algemeen het waterverbruik 8 tot 10 keer lager is dan hier in Nederland, zouden we op deze manier per centrale 170.000 huishoudens van schoon water kunnen voorzien. Verschrikkelijk uiteraard, als je je realiseert hoeveel water zo de lucht in gaat. En ik heb samen met een aantal andere onderzoekers een technologie ontwikkeld, zodanig dat het water niet langer de lucht in gaat, maar dat we dat water kunnen afvangen, zodanig dat we dat zouden kunnen hergebruiken. En ik doe dat met behulp van membranen. En hier zie je een voorbeeld van een membraan. En dit is een membraan in de vorm van een rietje. En de wand van dit rietje is het eigenlijke membraan. En een membraan is een filter, zou je kunnen zeggen. Het laat bepaalde stoffen wel door en het houdt andere stoffen tegen. En dit rietje is hol van binnen. Ik heb hier een wat uitvergrotere versie, zoals jullie zien. En zoals ik zei, de wand van dit rietje is het eigenlijke membraan. En dit membraan is gemaakt van plastic. En dat is een heel bijzonder plastic. Want dit plastic zorgt ervoor dat het water er wel doorheen kan. Dat water uit die gaswolk. Terwijl de andere stoffen in die gaswolk, het CO2 en de stikstof, er niet doorheen kunnen. En op die manier kan ik dus het water van de andere gassen scheiden. En hoe werkt dat nou? Nou, dit rietje is gemaakt van een materiaal. En dat materiaal bevat geen gaatjes. Maar de scheiding van het water van de andere stoffen is gebaseerd op interactie. Dat water in dat gas heeft een interactie met het membraanmateriaal, wordt door het membraanmateriaal als het ware aangetrokken, zou kunnen zeggen opgezogen, zoals een spons. En op die manier gaat dat water door de wand van het rietje heen naar de binnenkant van het rietje. De andere gassen, CO2 en stikstof, hebben geen enkele interactie met dit membraanmateriaal. Die kunnen dus ook niet door het materiaal heen, die kunnen niet door de wand van dit rietje heen en die komen dus niet aan de binnenkant. En op die manier kunnen we dus het water uit die grote wolk scheiden van de andere gassen in deze grote wolk. En wat er vervolgens gebeurt op het moment dat het water eenmaal aan de binnenkant van het rietje is, het gasvormige water, dan condenseert het weer, dan wordt het vloeibaar en dan kunnen we het dus aan de binnenkant van het rietje opvangen. Dat vloeibare, schone water. Dan stellen we natuurlijk bepaalde eisen aan dit membraan. Want ik zei het al, het water moet er wel doorheen kunnen, maar de andere gassen niet. En dat heeft te maken met de chemie waarvan dit materiaal gemaakt is. Dus wat voor stof gebruiken we, wat voor plastic gebruiken we om dit membraan van te maken.
Maar er is meer, want dit membraan komt uiteindelijk in aanraking met al die gassen die hier in deze elektriciteitscentrale geproduceerd worden. Stikstof, CO2 en waterdamp. Maar net zoals dat je thuis je steenkolen verbrandt, ook hier in deze elektriciteitscentrale ontstaan er ook asdeeltjes en allerlei gipsdeeltjes. En die deeltjes hebben de eigenschap dat ze heel erg sterk zijn en hard zijn en scherp. Dus deze membranen moeten ook bestand zijn tegen al die scherpe deeltjes die op dit membraan terecht kunnen komen. Het materiaal moet dus sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen beschadigingen van al die scherpe deeltjes. Want je wil natuurlijk niet dat het membraan kapot gaat, want dan hebben we geen schoon water meer. En daarnaast, dit membraan komt in aanraking met gassen die een hogere temperatuur hebben. Hangt een beetje van de centrale af, gemiddeld 60 tot 100 graden. Dus het materiaal moet ook bestand zijn tegen die hogere temperaturen. Nou kun je je voorstellen dat ik met één zo'n membraan natuurlijk niet heel erg veel van dat water kan afvangen. En daarom hebben we dit soort raamwerkjes gemaakt. Een module, zou je kunnen zeggen. En deze module, zoals die hier voor jullie staat, bevat 1000 rietjes. En met deze 1000 rietjes kunnen we dus aanzienlijk meer water afvangen dan met één zo'n enkel rietje. En wat er gebeurd is, voordat die gassen die schoorsteen ingaan, stromen ze langs deze rietjes heen. Het water in die gassen wordt aangetrokken door het plastic waarvan het rietje gemaakt is, gaat door de wand van het rietje heen en uiteindelijk komt dat water in dampvorm door de binnenkant van dat rietje heen. Het condenseert, het wordt vloeibaar. En uiteindelijk kunnen we hier dus vloeibaar water opvangen. En op die manier kunnen we dus ons gas zuiveren en water afvangen. En de gedachte daarbij is dat we deze raamwerkjes zo hier net voor de schoorsteen neerzetten, zodanig dat we al het water dat op deze manier geproduceerd wordt, kunnen afvangen en kunnen hergebruiken. En als we weer teruggaan naar die Hemwegcentrale, dan hebben we daar in het geval van die Hemwegcentrale ongeveer 100.000 van dit soort raamwerkjes voor nodig om dat water af te vangen. Nou, we hebben dat ontwikkeld in het laboratorium, zoals ik al zei, maar uiteraard wilden wij ook testen en kijken of zoiets nou echt in de praktijk werkt. En daarvoor zijn we naar Israël gegaan, naar een centrale in Israël. En daar hebben we dit soort raamwerkjes, 30 van dit soort raamwerken, van dit soort modules, in een blauwe container geplaatst, net voor deze hoge schoorsteen. En daarvan wil ik jullie een filmpje laten zien. Hier zie je de schoorsteen van die elektriciteitscentrale. Je ziet de dikke wolken. Hier zie je de blauwe container aan de voet van de schoorsteen. Hier zie je de onderzoekers aan het werk. En hier zie je dat raamwerkje wat ik net heb laten zien. 30 van deze raamwerkjes zijn er geplaatst. En hier heerlijk, prachtig schoon water. Uit een elektriciteitscentrale. En op die manier kunnen we dus van deze milieuvervuilende centrale ineens een waterleverancier maken. En het kan nog mooier, want dit gas wat hieruit komt bevat niet alleen waterdamp en stikstof, het bevat ook CO2 zoals ik net zei. En CO2, zoals jullie misschien wel weten, is een broeikasgas. En het zorgt ervoor dat het klimaat hier op aarde aan het veranderen is. En als we nou een membraan nemen, maar we maken dat net even ietsje anders, van het net even iets ander materiaal. Maar we maken vervolgens precies dezelfde raamwerkjes en we plaatsen die ook in die schoorsteen. Dan kunnen we met die membranen niet alleen waterdamp afvangen, maar dan kunnen we ook dat CO2 afvangen. Met andere woorden, op die manier maken we van een elektriciteitscentrale niet alleen een waterleverancier en een elektriciteitsleverancier, maar we doen dat ook nog eens een keer op een duurzame manier. De volgende stap is uiteraard, hoe kunnen we deze technologie verder opschalen? En de volgende fase is, de volgende stap is, dat er een elektriciteitscentrale zegt, ik geloof hierin en ik installeer een volledige installatie van deze membranen in mijn elektriciteitscentrale. En op die manier vang ik alle water dat geproduceerd wordt af en kan ik de wereldbevolking van schoon water voorzien. Dat is nog toekomstmuziek, maar
Het zou natuurlijk wel een fantastische gedachte zijn als die 900 centrales, kolengestookte elektriciteitscentrales die de komende jaren in India en China neergezet worden, als die allemaal uitgerust zouden worden met dit soort membraanmodules. En als we op die manier niet alleen elektriciteit zouden kunnen produceren voor mensen, maar dat we tevens 150 miljoen huishoudens in India en China ook van schoon water kunnen voorzien. In het volgende college wil ik nog een stap verder gaan. Dan wil ik jullie laten zien hoe we membranen kunnen gebruiken om energie op te wekken op de afsluitdijk.